Het Constitutioneel Hof heeft vandaag een besluit genomen met betrekking tot het ingediend verzoekschrift over artikel 72g van de Grondwet. Het voorstel tot toetsing aan de grondwet van artikel 72g is ingediend door meester Shanti Gopal Rai en vanmorgen tijdens een gehouden openbare zitting van het Constitutioneel Hof in behandeling genomen. Dit proces behelst de strijd tussen wetten, zei de voorzitter van het Constitutioneel Hof, Gloria Steerling. Daarom is de voorgestelde wet getoetst aan verschillende artikelen van de grondwet, internationale verdragen in zaken burger- en politieke rechten en het Amerikaans verdrag voor rechten van de mens. Uit het onderzoek kwam het volgende voorstel voort. Gelet op artikel 17 lid 2, junto artikel 25 van de wet Constitutioneel Hof, waarin is bepaald dat deze beslissing binnen een redelijke termijn met redenen omkleed naar verzoekster wordt verzonden. Dat vermeld verzoekschrift in strijd is met de artikelen 144 lid 2a grondwet en de artikelen 12 lid 1, 15 lid 2c van de wet Constitutioneel Hof. Dat het Constitutioneel Hof van Suriname onbevoegd is het verzoekschrift in behandeling te nemen. Dat verzoekster niet ontvankelijk is in haar verzoek. Artikel 72g omvat onder andere de beweegredenen voor het verlenen van amnestie. In geval er sprake is van een samenhang tussen de artikelen welke in strijd zou kunnen staan, dienen alle lidstaten van het verdrag effectieve juridische maatregelen te treffen ter effectuering van rechtsbescherming. Bovendien rust op de staat Suriname de verplichting ten aanzien van elk strafbaar feit dat feit te identificeren, te vervolgen en te berechten zoals dat ook is opgenomen in artikel 131 lid 3 van de grondwet. Indien volgens haar de artikelen 1 en 2 van de Inter-American Convention on Human Rights in onderlinge samenhang zouden worden beschouwd, dan dienen de lidstaten van genoemd verdrag effectieve nationale juridische en andere maatregelen te treffen ter effectuering van de rechtsbescherming. Nu het besluit finaal is, zal er vanuit het Hof een officieel afschrift worden gestuurd naar de Nationale Assemblée, ministeries en alle collega's die belast zijn met rechterlijke uitspraken.